Renault Antwerpen. De auto's van stad. De commissie Justitie in de Kamer heeft het nieuwe wetsontwerp goedgekeurd dat schijnhuwelijken strenger bestraft. De boetes gaan omhoog, de rechter zal voortaan meteen ook in één ruk het huwelijk nietig kunnen verklaren en de dienstvreemdelingenzaken inschakelen. Naïm Alangeri vraagt dat de nieuwe wet in de praktijk ook op schijnsamenwonen wordt toegepast, want dat is steeds meer een probleem. Blijkt dat meer dan 3000 mensen in Antwerpen gaan samenwonen en ongeveer 1/3 daarvan zijn mensen die eigenlijk nog geen verblijfsdocument hadden, dus een van de partners. Hè. En terwijl dat het huwelijk, dat er ongeveer 500 zijn. Langery wil dat de omzendbrief aan de procureurs-generaal wordt aangepast, om ook schijnhuwelijken waarbij een van de partners om de tuin werd geleid en slachtoffer is aan te pakken. Ze pleit meteen ook voor een databank waarin alle gegevens worden bijgehouden. Op die manier vermijd je dat wanneer dat bijvoorbeeld een huwelijk geweigerd werd in Antwerpen, dat men gewoon verhuist naar bijvoorbeeld Brasschaat om het daar opnieuw te proberen of naar Brussel. Dus dan is er een uniform systeem dat alle ambtenaren kunnen bekijken en dat zij ook die gegevens kunnen raadplegen en eigenlijk ook aanvullen. Vorig jaar werden in Antwerpen ruim 500 schijnhuwelijken onderzocht. Een kwart van alle trouwpartijen is dat. 80 daarvan bleken effectief schijnhuwelijken. 50 anderen braken hun huwelijksaanvraag zelf af terwijl de procedure nog liep.